Volg al onze wedstrijden en het laatste nieuws via Roda Raalte TV. Van de eerste tot de allerlaatste minuut. Met spanning en ontlading. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti, computers en elektronica. Frank, gefeliciteerd afgelopen zondag uit tegen Schalkhaar en de punten mee naar Raalte genomen. Kan je ons even iets vertellen over de wedstrijd? Ja, het was denk ik een goede wedstrijd van onze kant. En ja, ik heb vorige week en die week daarvoor heb ik verteld van ja, dat we nog niet over alles evenveel tevreden waren. Ondanks dat we ja, soms toch een goed resultaat haalden. En ik moet zeggen dat dat nu afgelopen zondag met name dat stukje eigenlijk prima ging. En ja, dus dan ben je dubbel blij met zo'n overwinning. Ja, dat is altijd weer lekker om dat mee naar Raalte te nemen. Aanstaande zondag, Richtersbleek. Geen onbekende voor jullie. Dat kan een hele leuke en spannende wedstrijd gaan worden. Ja, daar ziet het wel naar uit. Van, we hebben allebei we hebben evenveel punten. En ja, dus wat dat betreft gaat het ook ergens om. En we staan allebei op de derde plaats. Dus we hebben allebei tot nu toe eigenlijk best wel een goede start van de competitie. Dus wat dat betreft ja, zou het zomaar een hele leuke wedstrijd kunnen worden. Ja, vorige week zaterdagavond ben jij wezen kijken. Waren er nog dingen die jou verrasten in het spel van Richtersbleek? Nou ja, verrasten. Ze hebben wel een aantal nieuwe spelers erbij ten opzichte van vorig jaar. En ik moet eerlijk zeggen ja, dat ik vond dat Richtersbleek prima speelde. Dat ze, dat ze fris speelden met... Er was veel beweging, er was ja, ook de nodige strijd. En nou goed, ze hebben de koplopen dusdanig moeilijk gemaakt dat die de eerste punten hebben laten liggen. Dus wat dat betreft ja, kunnen we onze borst nat maken. Ja, wat neem jij ook nog iets mee uit vorig jaar tegen Richtersbleek qua spel? En zeg je van, nou, we gaan dit jaar het anders doen? Of gaan jullie eigenlijk toch wel gewoon zoals jullie nu spelen, blijven jullie spelen? Ja, kijk, zij hebben een andere ploeg dan vorig jaar. Wij natuurlijk ook wel op wat posities. En ik moet zeggen dat wij in principe altijd wel uitgaan van ons eigen spel. En, maar goed, je neemt de informatie natuurlijk wel mee. Maar goed, dat gebruik je met name om je ploeg goed voor te bereiden. En ja, zodat ze weten wat hun te wachten staat, dat ze niet verrast worden. En ja, dat zullen we ook naar zondag toe doen. Wat zegt jouw gevoel over aanstaande zondag? Ja, nou ja, goed. Ja, van tevoren is het natuurlijk altijd lastig inschatten hoe zo'n wedstrijd gaat lopen. Maar het is wel zo dat wij vanuit de wedstrijd van Schalkhaar wel het goede gevoel meegenomen hebben naar deze week. En wat dat betreft ja, hoop ik dat die punten waar we aan gewerkt hebben en die gelukkig een stuk beter gingen, dat hij ja, dat zondag ook weer zijn vruchten af zal werpen. Geen blessures? Nee. We hebben geen andere dingen dan wat we hadden. Ja. Nou ja, we hebben ook gezegd, we blijven dit jaar heel positief. Iedereen is fit. Goed gespeeld vorige week. De slechte punten hebben jullie aangewerkt. Dus ja, het kan alleen maar een hele mooie wedstrijd worden. Over de uitslag laten we ons dan niet uit. Maar... een puntje moet dus in ieder geval gescoord kunnen worden. Ja, nou goed, dat kan je achteraf pas zeggen. Hè, van, als je een punt hebt gehaald, soms moet je er heel blij mee zijn en soms niet. En, maar goed, wij spelen nooit om één puntje te halen. Wij gaan spelen om te winnen. En ik denk dat Richtersbleek dat ook zal doen. En wat dat betreft ja, hoop ik voor iedereen dat het een mooi spektakel gaat worden. Nou, laat dat ene puntje dan één doelpunt zijn voor Roda Raalte. Heel veel succes. Oké, dankjewel. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti, computers en elektronica.